Campus Groningen wil ook in de toekomst bereikbaar, gastvrij en duurzaam zijn. Daarom proberen ze de mobiliteitsstromen van dit moment in kaart te brengen. Dat doen ze door middel van Flowcubes, sensoren langs de weg die alle verkeersstromen monitoren en opslaan. Ja, we zijn hier op de Zernike Campus, een heel belangrijke plek voor de stad en de regio. Op dit moment gebeurt er heel veel en zijn we met een gezamenlijke actieagenda voor de jaren tot en met 2030 bezig om de mobiliteitssituatie ook in de toekomst gastvrij, bereikbaar, maar vooral ook duurzaam en gezond te houden. En nu zijn we bezig met het vaststellen van de nulsituatie. Wat gebeurt op dit moment op de campus? En daarvoor hebben we de Flowcubes nodig om die situatie in kaart te brengen. Een Flowcube is een verkeerssensor en die kijkt naar de situatie op de weg. En dan kan je mee meten hoeveel auto's er langskomen, hoeveel fietsers en hoeveel voetgangers. En wat eigenlijk is, er zit een klein lensje in en daarmee zit een cameramoduletje. En al die data wordt in het systeem verwerkt. Dus er wordt geen video vastgelegd of informatie over mensen. Het is alleen maar dat het systeem zelf met dat computertje verwerkt. Oké, er gaat een fietser langs, hè, dan meten we dit. En hoe snel gaat hij en precies waar gaat hij? De Flowcube heeft een mobiele verbinding en dat wordt dan opgestuurd naar de cloud. En daar wordt alle data verzameld, zodat je alles in een overzicht kan krijgen. Dat je precies kan zien van hoe komen mensen naar de campus of wanneer komen ze naar de campus. Binnen de universiteit hebben we uitgerekend dat mobiliteit eigenlijk voor 30-40% verantwoordelijk is voor onze CO2-uitstoot. Dus een van de zaken waar we graag op willen verminderen is natuurlijk het woon-werkverkeer. We gaan investeren om meer fietsers op het Zernike te krijgen, dus om duurzamer te reizen vooral. Nou, om te weten te komen of dat daadwerkelijk effect heeft, willen we een nulpunt bepalen. En die nulpunt gaan we bepalen met de Flowcubes. Door te blijven meten, willen we kijken of we een verandering teweeg hebben gebracht met behulp van de interventies die we plegen.